De heren staan hier klaar. De King Kong Jug Band. King Kong Jug Band. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Ja. Gezellig. Gezellig, hè? Wiebe en Wil, hè? Ja. Die staan naast me. Wiebe, muziek, als ik het wel heb, uit een tijd waar ik bind er een naam aan. George Formby. 30e jaar. Ja, dat is de 30e jaar, ja. Een Jug Band waren we van plan te maken. Wat Jug, wat betekent dat? Ja, dus de Jug is een kruik, daar kan je in blazen, dat barst. Dat is een toonaard. En dat geeft de bas. Een ladder, ja. Dat geeft de bas. Dat geeft de bas. Waarom wil dit soort muziek in de tijd dat we helemaal volgestopt worden door de elektronica, ineens allemaal prachtige akoestische instrumenten? En waar vind je dit soort, want wat heb jij er in je hand? Dat is een kazoo. Kazoo is een soort kammetje en vloedje systeem. Ik zal het even laten horen. Prachtig, hè? En dit is dus, we zijn eigenlijk uitgegaan van een jugband idee. Een jugband is dus een band waar vroeger hele negers op speelden, want die hadden geen geld voor instrumenten. En dan hebben we dus kazoo, jug, wasbord, daar zit nog een wasbord. Hè. Ja. Dus daar zijn we eigenlijk van uitgegaan en proberen die muziek uit de 30e jaren daarmee te spelen. Dus zwart van oorsprong? Zwart van oorsprong. En daarnaast, waar we ook voornamelijk spelen, dat zijn dames. De dames van Lichte Zeden. En hebben we een Russisch nummer? Die bespelen we. Ja, een Russisch nummer, een Russische dame. Ja. Sonja was dat. Zullen we dat doen? Nou, dan zeg ik, we kunnen de zondag niet meer gewijd afsluiten dan met lichte dames of dames van Lichte Zeden. Zo is dat. Vind ik ook. Een mooi besluit van deze zonnige zondag. Volgende week zijn we weer. Tot dan. Sonja. Donuts. 1, 2, 3, 4.
want.